Mamma mia, welkom bij weer een nieuwe 10 en dit keer 10 heerlijke feiten over pizza. Op nummer 10. De allereerste bitcoin transactie was voor 10.000 bitcoins ter waarde van $25 en nu maar liefst $7 miljoen. Op nummer 9. De oude Grieken en Egyptenaren bedekten plat brood met een topping. De moderne pizza komt oorspronkelijk uit Napels, waar de armen tomaten toevoegden aan de focaccia in de 18e eeuw. Op nummer 8. Pizza Hut heeft een 6-inch pizza geleverd in het ISS in 2001. Ze betaalden de Russische ruimtevaartorganisatie $1 miljoen om deze te leveren. Door het feit dat de ruimte je smaakpapillen aantast, heeft de Pizza Hut extra zout en specerijen toegevoegd. En dan op nummer 7. 5 miljard pizza's worden er jaarlijks verkocht, met in totaal bijna 115 miljoen kilo aan salami of pepperoni. Sterker nog, 350 pizzapunten worden er per seconde weggevreten. Op nummer 6. Brian Wells overviel een bank voordat een bom, bevestigd aan zijn nek, hem fataal werd. Hij had agenten verteld dat hij tot de overval werd gedwongen nadat hij was ontvoerd tijdens zijn werk als pizzabezorger. En dan op nummer 5. In de Verenigde Staten is de 30 minuten bezorgregel van Domino's geschrapt doordat er te veel ongelukken werden veroorzaakt door de koeriers. Ze experimenteren nu met op afstand bestuurbare helikopters om de 1 miljoen pizza's die ze per dag bezorgen aan te kunnen. En dan op nummer 4. Domino's in Brazilië werkte samen met videotheken voor hun DVD-promotiecampagne. DVD's werden bedrukt met foto's van pizza en zodra ze verhit werden, roken ze er ook nog eens aan. En dan op nummer 3. Tijdens zijn bezoek aan Washington D.C. had Boris Yeltsin een nacht gedronken. De geheime dienst vond hem die morgen op straat in zijn onderbroek, roepend naar een taxi en op zoek naar pizza. En dan op nummer 2. Een enkeltje in de metro van New York heeft altijd net zoveel gekost als een pizzapunt. En dit heet dan ook toepasselijk, het pizzaprincipe. In de staat New York vind je maar liefst 9000 pizzeria's. Mamma mia, en dan op nummer 1. NASA is de financier van de ontwikkeling van een 3D-pizzaprinter. Het print een laag deeg op een hete plaat waarna het een tomatenlaag aanbrengt, gevolgd door een laag eiwitten. Mamma mia pizzeria, voordat je weggaat heb ik nog een vraag voor jou. Wat is jouw favoriete pizza? Laat het me hier weten in een reactie, abonneer voor meer en dan zie ik jou de volgende keer. Tot ziens!